mensen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 22 februari en het is inmiddels al 1 uur geweest. In de vorige weekvlog heb je kunnen zien dat Floor en Vos bij mij bleven eten en slapen. En we zijn nu nog met z'n drietjes. We zijn even aan het klaarmaken. En oh ja, ik moet die pleister nog pakken. Ik pak het zo. Ja, niet. En als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Of had ik dat al gezegd? Geen idee. Wat ik vandaag aan heb is deze nieuwe trui van Lovies. En een zwarte broek. En we gaan zo meteen dus eventjes gezellig foto's maken met z'n drieën. Eindelijk foto's met z'n drieën. We hebben niet een goede met z'n drieën. Nee. Helemaal niet. We lopen nu met Vos en met Floor. We hebben net wat foto's gemaakt. Zullen we zo even filmen hoeveel foto's maken? Ja. Dat is wel leuk. Maar het is wel een koude winter. Het lijkt heel warm, maar het is een koud windje. Het is wel een heerlijk weertje. Ja, heerlijk. Ik ga er erg goed op. Verrukkelijk. Bij deze zou het nog wel mooi kunnen zijn, bij dit raam. Bij deze lantaarnpaal. Oké, het is alweer eind van de middag. En ik was vandaag dus met Vos en Floor. En gisteren gezellig ook. Was echt super leuk. Heel erg naar mijn zin gehad. We hadden gisteren lekker pannenkoeken gegeten. En vandaag hebben we dus lekker fotootjes gemaakt. Maar ook gewoon lekker, gewoon een beetje gechilled. Lekker rustig aangedaan. En we hebben echt mega leuke foto's gemaakt. Samen. En ja, heel erg blij mee. Heel erg gezellig. En ik ben dus nu bij mijn vader thuis. En ik blijf hier lekker slapen. Ik ga hier lekker eten. En voor de rest heb ik niet zoveel gefilmd. Er komen deze week volgens mij best wel veel pakketjes. En ik ga straks ook even de vlog editen. Want die komt morgen online. En ik ben echt heel erg blij met hoe het nu gaat met YouTube. Dus ja, gewoon helemaal happy. En als jullie nog vragen hebben over het huis of iets willen weten, kan dan natuurlijk vragen in de comments. Ik ga in ieder geval nu lekker op de bank liggen. Het is vandaag dinsdag. Nee. Wel, dinsdag. Dit is het eerste wat ik vandaag film. Ik moest vanochtend oppassen. Oh, kan je hem heel even 1 seconde vasthouden? Ik moest vanochtend oppassen en ik ben dus nu met Eva. En ik heb me net klaargemaakt en we gaan zo meteen even een fotootje maken. Ik had dus vannacht thuis geslapen en ik heb me nu gewoon in mijn eigen huis klaargemaakt. Er zit ook een bek heel dicht bij mijn huis, maar dan moet je eruit. Dat vind ik altijd heel kut. Dat is kut. Dus we gaan nu gewoon naar de Mac Drive. Oh, en we gaan dus nu even bij de Mac iets kleins halen. En dan gaan we even een fotootje maken. En even in de stad lopen of zo. Toch? Ja. Oké, toppie. Dat was het. Doei. Oké, ik hoop wel dat je dat doet. Maar het was heel raar deze bestelling. Ja. Die vrouw hoorde ons niet. Toen moesten we doorrijden, maar uiteindelijk had ze ons toch gehoord of zo. Maar ook net of je dan 1 ding bestelt of zo. Nou ja. Oké, lekker mijn kroketje. Dat is echt jouw go-to snackje. Ja, nou echt. Zit er veel in? Ja, niet gelukkig. Nee. Maar dat ze niet hebben gemist. Mag ik ook zo lekker? Zo had het lekker veel. Heel lekker. Maar moet je deze week alleen maar aan school zitten? Oh. Mm. Even en ik hebben foto's gemaakt vandaag. Wat heb ik als laatste gefilmd? Dat we die foto aanmaken waren of niet? We zijn nog even naar het Kruidvat geweest. Dat laat ik morgen wel even zien. Maar ik had 2 pakketjes gekregen. Die wilde ik nog even laten zien. Eerst had ik bij de Pull&Bear. Dit hele leuke jasje. Ik vind het best wel awkward als jullie hier zo zitten. Ik ben namelijk ook met C en met Eve. En deze was dus eerst €36. En nu was hij maar €20 van de Pull&Bear in de sale. En het is dus zo'n, ja, noem je dit? Zomerjasje. Lentejasje. Heel leuk. En nog een pakketje van Chiquelle. Moet ik alleen. Oh ja, met Janette 20 krijg je 20% korting. En ik zal alles in de beschrijving zetten. Oh, er zit wel 1 ding bij die ik heel leuk vind. Oké. Dit topje. Helemaal de beige tinten ben je. Ja, helemaal de beige tinten. In de maat S. Ja, dat is echt leuk. Ja. Deze. Maar soms maakt het je wel bleek. Snap je? Het moet wel de goede kleur beige zijn. Of deze? Nee, die kan er niet onder. Nou, dat zou misschien nog kunnen. En dan. Zie je dat? Een BH? Ja, wow. Dat is een one size. Maar het is wel leuk met een high waist en dan iets erover. Ja, ik dacht met een blazer eroverheen. Yeah. Of gewoon voor in de zomer natuurlijk. En die heeft hier van die ruffeltjes.
Leuk. Volante. Zo, in een maatje one size. Maar ja, als je een L hebt, zou ik dat niet aandoen. Nee, dat vind ik een beetje onzin, ja, dat het dan wel. Ja. En nog een shirt. Leuk, heel toch? Leuk, ja. Oh, die is zo groot. Ja, maat S. Huh? Dit is meer een slaapshirt hoor. Nee, ik kan hem maar in mijn broek. En als je wel een L neemt, dan is het een soort halve jurk. Ja. Dat is ook wel leuk. Ja, dus dit shirt, wat staat erop? Colorado? Of ja, niet? Heel leuk. Dat heb ik nog niet. Een leuk cardigan vestje in het zwart. En deze met van die witte knoopjes. Heel leuk. Leuk, hè? Ja. Maar ik had deze wel ook aan het beige, maar dat was een beetje zo'n gele beige kleur. Dus oh, ik vond, ja. Deze vind ik wel echt veel leuker. Deze is ook in een one size. Zou ik alleen met een S of een M dragen, als ik eerlijk ben. Hij is ook best wel kort. Dus dat waren de items. Heel leuk. We gaan zo zalmpasta eten. Dit is het bruine topje. Mijn raam staat open, dus dat hoor je een beetje. Ik vind hem heel erg leuk. Hij is wel best wel kort. Hier zit mijn navel en hij komt boven mijn navel. En ik vind dit niet heel erg mooi dat dit niet zo goed aansluit. Maar voor de rest zit het topje heel erg lekker en is hij heel erg leuk. Dit is het witte t-shirt. Voor een XS of voor een S vind ik hem wel echt mega groot. Ik zou hem nu even dragen zoals ik hem zou dragen. Ik zou persoonlijk wel de onderkant gewoon vastmaken, want dan zit hij gewoon wat mooier. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon in je broek doen. Dit is het zwarte vestje. Hij zit echt heel erg lekker. Hij is best wel groot gewoon, dus dat is helemaal prima. Ik zou hem zelf niet misschien met deze broek aan doen. En je kan deze ook weer gewoon onder je BH vastmaken. Waardoor het er gewoon iets leuker uitziet. Moet je het wel even goed doen. Maar je kan hem bijvoorbeeld ook open dragen. Dat lijkt me ook heel erg leuk. Dit is het zwarte topje. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik vind die bandjes ook heel erg leuk. Ik heb er nu even een witte BH onder. Dus dat is niet heel handig. Maar hij sluit prima aan. Heel leuk topje voor de zomer. Of gewoon om een blazer eroverheen te doen. Jaar geleden. Oké, ik zit met C en even op mijn bed. En we zijn K3 audities aan het kijken. Maar nu mag ik niet af. Het is vandaag woensdag. Ik heb net gedoucht en me klaargemaakt. Dus ik moest vanochtend heel vroeg werken, maar ik was ook al heel vroeg klaar. Ik ben nu alleen thuis. Er werd net allemaal weer pakketjes geleverd. En het is echt bizar wat er allemaal binnenkomt. Want het is natuurlijk voor 4 meiden. Dus dan is het echt bizar veel. In ieder geval, ik ga zo meteen even een stukje wandelen. Ik heb niet echt heel veel dingen op de planning. De rest van de dag wel. Gisteren was ik dus met Eva, was heel gezellig. En die bleef hier eten. En het is eigenlijk heel lekker weer. Ik heb toch een coltrui aan, maar het is ook niet zo lekker weer dat je een zomer dingen aan kan. In ieder geval, voor de rest ga ik misschien straks even in dat kleurboek nog verder. Daar heb ik wel zin in. En niet heel veel plannen eigenlijk. Nee. Oké, ik ben weer thuis en ik heb mijn bed dat ik in de was gedaan. Dus ik ben nu mijn bed aan het opmaken. En oh ja, daar had ik mijn pakketje gelaten. Er waren dus 3 pakketjes binnengekomen. Maar ik denk dus even kijken dat er eentje van Shein is. En die ga ik in een aparte video doen. Dus die ga ik nu nog niet openmaken. En volgens mij had C ook een pakketje van Shein. Dus dat kan ik straks wel laten zien als zij ook thuis is. En C en ik eten vanavond gewoon samen. Ik was mijn bed lekker aan het opmaken. Ik ga even kleuren, want daar heb ik zin in. En dan word ik ook lekker rustig. Dus ik heb muziek aangezet. Nou, dan ga ik zo weer aanzetten. En dan ga ik deze inkleuren. Seetje is nu ook eindelijk thuis. Ik ben aan het kleuren. En ik had een podcast geluisterd. En C heeft een pakketje van Shein. Was 1 ding, of niet? Oh, ja. Bij mij ook maar 1 ding, denk ik. Oh, ziet er wel leuk uit. Oh ja, dat is dat jasje. Ja. Heel leuk. Aanpassen? Ja. Mag ik hem even laten zien? Ja, natuurlijk. Dit is het jasje. Hele leuke kleuren. Welke maat heb je hem nu dan besteld? Geen idee. Oh, misschien is het toch gewoon een one size. Heel raar dat ze het in één, dat ze 1 item dan verzenden. Dat is toch, ja, mega duur ook. Maar dat ik het dan allemaal 1 keer. Ja, en dat je maar wat langer wacht. Korter uit dan die beige. Ja? Wel de goede? Ja. Oké,
Ze heeft ook nog een broek besteld. En ik had nog scrunchies voor de gratis verzending. Kan echt niet. Nee, deze zijn leuk. Deze zijn wel goed. Gewoon een beetje uitgek. Oké, we eten aardappel, vlees, groente. Film ik weer als we... Ja. Oké, ik ga echt proberen ook met andere maaltijden. Ik ga morgen filmen als we iets anders eten. Ja, morgen gaan we samen kunnen. Ja. Ja, jij moet mij wel uitleggen wat ik moet doen. Staat erop. Oké. Het is vandaag donderdag en ik ben me nu aan het klaarmaken. Ik weet echt niet wat het is, maar mijn huid is echt onwijs droog. Ik smeer er alles op en het werkt gewoon niet. Terwijl het laatst juist weer heel goed ging, dus ik snap er echt helemaal niks van. Mijn wimpers, nou ja, jullie weten waarschijnlijk wel als je mijn vlogs langer kijkt dat mijn wimpers heel lang en heel vol zijn. Dat is ook helemaal weg. Ze zijn helemaal afgebroken. Als ik één keer de wimperkruller gebruik, dan haal ik er 100 haren uit. Dus ik weet niet wat het is. Misschien omdat ik... Nou, ik dacht dus eerst, ja, het ligt eraan omdat ik nu andere producten gebruik dan thuis. Maar dat gebruik ik eigenlijk niet. Dus dat kan het eigenlijk niet zijn. Dus ik weet het niet zo goed. In ieder geval, ik heb vanochtend gewerkt. Misschien komt het omdat ik dan heel lang achter elkaar een mondkapje moet dragen. Dat is het enige wat ik kan bedenken. Waardoor, ja, dat het dan daaraan ligt. Voor de rest, ja, weet ik het niet. Zou het niet daardoor kunnen zijn. In ieder geval, ik heb een nieuw topje aan van Chiquelle. En Lieke komt zo meteen hier naartoe. En dan gaan we samen lunchen. En dan gaan we denk ik even gewoon rondje lopen of zo. Geen idee, gewoon even een beetje chillen. Ja, ik ben wel een beetje moe. En ik voel me ook een beetje mwah, maar ik hoop dat dat zo meteen weggaat. Want dat zou niet heel chill zijn als ik dat straks nog steeds heb. Maar mijn huid, mijn wangen, ik kan eigenlijk geen make-up op doen. Het doet gewoon helemaal pijn, maar ik heb het toch gedaan, want ik ben eigenwijs. Oké, ik ga over 5 minuten ongeveer Lieke ophalen. En we hebben weer pakketjes van DHL. Maar het is zo gênant, want elke keer komt diezelfde man... En er komen gewoon letterlijk elke dag pakketjes hier binnen. Ja, dit kan echt niet. Het is echt heftig. Maar ja, het is niet anders. Dus dat is mijn Shein pakketje. En daar ga ik een aparte video over maken. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ik ga zo 5 minuutjes Lieke ophalen. Waar ga jij volgende week? Naar winkels en dan 10 minuten naar binnen en dan weer weg. Nee. Ik zat ook echt, wat is dit? Geen idee. Oké, Lieke en ik hebben even koffie gehaald. Ik weet echt niet wat er met mijn huid en met mijn ogen aan de hand is. Ja, ik denk omdat ik nieuwe producten gebruik. Oké, ik ben nu thuis. Noor zit hier ook aan tafel, die is bezig met school. Ik heb Lieke net weggebracht. Ik heb niet zoveel gefilmd, maar we hebben gewoon gewandeld. We gingen ook nog naar Den Haag en toen gingen we koffie halen bij Barista. En ik had ook nog een cadeautje gekregen. Weer geurstokjes, dus dat komt heel goed uit. Want als die anderen dan op zijn, zet ik deze daar weer neer. Oh, hier kan je de geur ruiken. Oeh. Is dat lekker? Ja. Heel lekker. Ik hou heel erg van vanille en zo. Oh, ja, is heel lekker. Zeg maar in de woonkamer. Ja. Nee, niet in de woonkamer. En we gaan vanavond... Moet zakken. Oh ja. Heb je dat uitgegeten? Nee. Is heel lekker. Ik ben benieuwd. Ik ga weer iets nieuws proberen. Ik leer zo van nieuwe dingen eten. Nou, we zijn bezig met kleuren en ondertussen ook aan het koken. We gaan vanavond moussaka eten. Ja, nu een keer ingewikkeld eten. Want ik had gisteren natuurlijk weer gefilmd dat we makkelijk gingen eten. We hebben... Wat is dit ook weer? Op dit moment zijn alles... Aubergine en courgette. Aubergine en courgette. Aardappel, tomaat, uien, knoflook, gehakt... Gooi je weer in de ovenschaal, 3 kwartiertjes erin en klaar. Even die pan roeren, dan lijkt het wel goed voor zo. Al onze medewerkers zijn nog steeds voor een moment geduld alsjeblieft. Oké, okay. Het moet eerst even een beetje bruin worden en dan gaan we pas weer roeren. Laat jij net het maar doen. Ik ben hier zo goed in. Okay. Het zit nu allemaal in de pan. Oh, tomaat, gehakt. Ik weet niet wat er allemaal doorheen zit. En dit moeten we dan zo meteen in die schaal gaan doen. En dan moet het ook nog 3 kwartier in de oven. Leuk, maar het kost tijd. Is die paprika bedoeld tomaat niet te groot? Maakt dat niet uit. Eet smakelijk! Met honing.
Ik had vorige keer ook Mackie mee, toen had ik het onder mijn jas gedaan, zodat jullie het niet zagen op die ring. Sorry, ik ga stuk. Oh. Oké, okay. We hebben net lekker avond gegeten. Dat kan ik nu even niet zeggen. We hebben net lekker avond gegeten, maar dit was niet mijn idee, maar we gaan dus weer naar de McDonald's. De eerste keer deze week. We gaan lekker een ijsje halen. Ik zit een keer voor de verandering achterin. Hij doet het niet hoor. Oh, moet ik het doen? Want mijn telefoon is sowieso wel verbonden. Nee, het doet het weer niet goed. Oké, okay, doe alsjeblieft Jungle, hè? Die, Ja, dat gaat zachter. Bij de stoplicht staan flitspalen. Kom soms brengen, zo ben jij mijn lover. Best friend of my booty call. Als ik je zie in een club of op een festival, dan moet je weten. Het is vandaag vrijdag. Ik heb me net klaargemaakt. Ik heb al ontbeten. En ik ga nu een video opnemen. Het is mijn eerste video in mijn nieuwe kamer, laat maar zeggen. En ik ga mijn pakketje openmaken van Shein. Het zijn echt altijd hele goed bekeken video's op mijn kanaal. Dus ik zit even te kijken waar ik het wil filmen. Ik ben niet heel tevreden met mijn make-up en allemaal dat soort dingen. Want mijn wimpers, ik weet echt niet wat er aan de hand is. Ik word er helemaal gek van, want ik heb gewoon van mezelf mega lange wimpers en het zit gewoon niet. En ik weet niet wat ik eraan kan doen. Dus ik ga zo even op internet kijken. In ieder geval, ik ga nu de video opnemen en daarna komt mijn moeder en dan komt ze hier even lekker lunchen. Oké, ik heb de video opgenomen. Het is echt weer heel veel. Ik weet echt niet hoe ik dit in mijn kast kwijt krijg. Oh, dit wordt echt een ramp. Ik moet echt dunne hangers gaan kopen. Ik heb veel te dikke hangers. Oeh. Ik ben wel echt mega blij met de Shein items. Maar mijn kast zit gewoon echt bomvol. En nu moet ik dus gewoon weer dit er al in gaan krijgen. Ik heb echt geen idee hoe ik dit ga doen. Maar ja. Ik ga even naar C toe. Oké, ik ga even boodschappen doen. Mijn moeder is hier straks. Heel awkward, er kwam net iemand langs. Oké, mama is hier en we gaan lekker lunchen. Lekker paprika soep. Zin in. Oké, het is inmiddels alweer vrijdagavond. En ik had gefilmd dat ik vanmiddag met mijn moeder ging lunchen en we gingen wandelen. Maar ik dacht, ik laat mijn camera maar even thuis. Helemaal buiten adem van die trap. En we zijn nu hamburgers aan het maken. En Noor en ik gaan vanavond wat leuks doen. Dus we zijn ons nu aan het klaarmaken ook. Ik zie er niet uit. Dus we zijn nu die hamburgers aan het maken. En oh, broodjes. Die een beetje aan het. Zo. Dus dat zijn we aan het doen. En frietjes. Dus dat is heel erg lekker. Het is inmiddels 8:30. Ik zit achter Rob bij Laura. Oh nee, dat moet ik niet in de vlog zeggen. Bij Noor. En we gaan nu een stukje fietsen. Oké, nee, we gaan gewoon wat drinken bij vrienden. Dat zeggen we. Dat is een goed idee. Woehoe! Wat heb ik? Nee, ik moet fietsen. Ik moet raden. Vloggen. Jawel, maar hoe zet ik hem aan? Ja, oh. Nee, hij staat aan. Wat is er? Oké. Okay. Ja. Ik ga even naar Die ene Mr. Journalist die op de boulevard zit. Peter de Vries. Ja, goed zo. En er staat ook. Onderin Zuid-Frankrijk. Marseille. Nee, Lyon. Die Bordeaux. Andere, die andere. Met een C. Saint-Tropez. Met een C. C, weet ik niet. Oké, in de luchtvliegtuig. Naar de maan. Vogel. Astronaut. Raket. Ja, goed zo. Die ene. Niet de Champions League, maar speelt weer in. Europa League. Ajax. Uit Groot-Brittannië. Engeland? Engeland, Manchester City, Manchester United, Liverpool, andere, Chelsea. Ja, goed zo. Oké. Het is tijd. Huh? Au, Noor. Noor, stop! Welkom, is hier van de vlogs. Doe een duimpje omhoog, abonneer. Doe een duimpje omhoog. Abonneer, kan hieronder. Reageren kan je ook hieronder. Leuk zo. Push haar even naar de 21k abonnees. Hier? En volg mij op Twitch. Tim Starenburg, 1999. Follow me even. Ja. Oké, okay, goedemorgen. Ik bedoel middag. Het is vandaag zaterdag. En Janette heeft een kater. Kater, nee. Nou, ze hebben er. Ja, ik zit nu met C en met Lien in de auto. En we gaan even naar de markt toe. Daar ben ik nog niet geweest, dus dat is wel heel erg leuk. Gisteren was het heel erg gezellig. En ik zie er echt niet uit. Ja, links. Dus ja, mijn haar is ook helemaal afgebroken. Het ziet eruit met de bitches op de markt.
Corona-proof. Oké, okay, chop chop. Chop chop met de meiden. Dat gaan we nu elke keer doen als die... Die twee maken dan ook niet meer uit. Nee, dat maakt ook niet uit. Kibbeling, hier heb je ook kibbeling. Oké, okay, nou, we hebben lekker over de markt gelopen en we gaan nu even bij het tuincentrum even wat halen. We hebben ook, wat hebben we allemaal gedaan? Niet zoveel eigenlijk. Gaan ze ook kibbeling halen? Ja, kibbeling. 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 En kibbeling is een merk. Baklava. 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 Oké, Lien en C hebben net boodschappen gedaan. Ik bleef in de auto zitten. Wat we hebben gekocht is... Ja jongens, ik zie er echt niet uit. Ik heb zoveel hoofdpijn. Een bloemkool. Pff, maar dit is nog raar wat ik nu doe. Nou, het zal. We hebben kip, want vanavond gaan we... ik weet eigenlijk niet meer. Oh ja, wok met rijst. Friet. Dat is gewoon... Rijst. Laat even je jurk zien. Waar is die? Die heb ik in het bord gedaan. Oh. En vegetarische kaasschnitzel. Oké, okay, en dan heb ik nog een nieuwe jurk gekocht. Echt heel leuk. Dat klonk heel sarcastisch, maar ik doe zo'n mega leuke lange jurk met groen, met bloemen. Heel leuk. Dus dit. Ik ga me gelijk even passen boven als ik daar zin in heb. Ja, dat moet ook. In die vlog. Oké, okay, beetje in het donker. Het is vandaag zondag. Wat hebben we vandaag allemaal gedaan? Ik heb in ieder geval ben ik gisteren heel vroeg gaan slapen, want ik was helemaal dood. En we hebben al afval weggegooid. Plastic weggegooid. Ik heb mijn kamer schoongemaakt. Noor is lekker aan het kleuren. Ik wilde ook gaan kleuren, maar is nog niet van gekomen. En ik ga straks naar mijn moeder toe. Oh, mijn camera is vol. Lien en ik hebben een boodschap gedaan. We hadden even Cool West gehaald. En we gaan dus nu poffertjes maken. En dan gaan we... Ik ga denk ik ook wel even aan school zitten. Is echt nodig. Ik heb niks gedaan deze vakantie. Oké, okay, mijn kamer is echt helemaal opgeruimd en schoon. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Want ik ga nu namelijk naar huis. Want ik heb morgen voor het eerst stage. Dus ik dacht het is handiger om thuis te slapen. Maar alles is gewoon lekker schoon. En dan... Kom ik ook gewoon weer fijn terug. Ik heb er echt niet tijd, maar ik wil hierbij ook de vlog afsluiten. Dus als je het een leuke video vond, zou ik het erg leuk vinden dat je het duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe weekvlog. Doei doeg!